vandaag een bijzondere reis naar Gent met de Schulpengat. De laatste reis. Hoe goed keert het schip? Nou, de aantal jaren nog wel opgevaren. Dus jarenlang als reserveboot. En ja, de laatste jaren dan, ligt hij eigenlijk al een tijdje voor de kant. Ze ligt nog één keer voor de brug? Ja, hij ligt nog één keer voor de brug, de laatste keer. Hè. Dus dan gaat hij naar Gent. Wat gaan jullie doen nu nog? Nou, dan wat spulletjes eraf halen. Wat restspullen, zoals wat bankjes, wat walstroomkabels, wat kleinspul. Gaat naar het museum, hè? Gaat naar het museum, onder andere de meeste dingen wel, ja. Laatste keer aan boord nog even. Ja, een bijzonder moment, hè? Ja, het is... Ik ben in 1990 in dienst van de TESO gekomen, maar dat is ook hetzelfde jaar waarin dit schip eigenlijk gekomen is. Dus wat dat betreft een bijzondere parallel. Ja, dan begint ze aan haar laatste reis. Hoe gaat de tocht ongeveer verlopen? Nou, zometeen als de laatste spullen eraf zijn, dan gaan we nog een keer naar Den Helder. Dan pikken we de Noordzeeloods op. En dan varen ze richting Vlissingen. En dan het laatste stukje, Westerschelde, van Gent naar Terneuzen. En dan zullen ze rond een uur of, dat is een beetje moeilijk inschatten, maar rond een uur of 10 vanavond hopen we dat ze daar aan de kade liggen. Beetje weemoedig gevoel toch? Ja, zeker wel. Zeker wel. Het is, nu zie je echt, er gebeurt een hoop plaatsen, dingen gaan van boord af. Ja, nee, dan is het echt voorbij. Dus ja, weemoed is er zeker wel.